bereik je bijvoorbeeld wel leuke dingen te doen. Maar ik heb wat lijst op mijn shirt geplaatst. Op Pietje en staat erop: foto met mij kost 1 euro. En dat hoort erbij, BN'ers. Dus volgende keer buiten de kermis, als ik ergens wat leuks ga doen, plak ik op mijn shirt en naar buiten. En dan hoeven mensen niet met mij een foto of wel. Als mensen foto met wild, kost 1 euro. Gewoon lekker buiten de camera. Punt. Ik heb het vandaag gered. Er zijn veel achter, toen pak ik op. En dan heb ik gezegd: hey, it's me, Dawn. En toen zei hij: oh my god, it's Dawn. En toen heb ik vroeg ik aan haar hoe met haar gaat. Toen zei hij: voeten. En toen zei ik: ik heb je gered. Toen zei hij: dankjewel, gaf hij me knuffel. Wat ben ik super help. Dit wil ik aan jullie echt gedaan hebben. Yeah. Jongens, dit is niet te geloven. Ik heb het verhaal meegenomen. Ik was een rondje lopen hier. En toen kwam een dame me tegen met een vrienden. En hij zei van: die dame vond het wel leuk om een foto te gaan, omdat ze me kent via TikTok. En toen zei ze van: ik ben met je op de foto. Ze vond het moeilijk, omdat ze twijfelde met 1 euro. Dus wel met mij op foto of niet. Maar toen heb ik gezegd van: als je met mij op foto gaat, kost 1 euro. En dan mag je met me op knuffelen ook nog. En toen wilde zij het. En dat was mijn geluk, missie voltooid. En daar was hij ook nog blij mee. Nou, verder ga ik met mijn eigen dingen doen. Misschien vanzelf wel hoe het loopt. Op het vrouwenavond is super druk op de kermis. Vanaf Rode Steen, Dubbele Buurt en bij Kerkplein. Overal en nergens. Kijk hoe gigantisch druk hier is. Hallo. En vrouwen zijn hier super populair. Op het vrouwenavond in de kermis. Dat is het feit. Yeah. Mooie achtergrond. Gaat lekker dansen. Vind het ook goed dansen. Ga goed voor plunderen. Als we komen spelen met de boy. Halli, halli, alala, subilo, subilo, feest in de tent, dan goed voor kunnen. Dames en heren, Koos gaat binnenkort uit naar Oostenrijk. En hij heeft nu wat te vertellen aan de kijkers. Ja, ik heb een vriendin gevonden, die woont in Oostenrijk. Dus ik ga emigreren naar Oostenrijk. Waar heb je gewonnen? Ik heb haar gevonden via GTA PlayStation. Ja? Welke GTA? GTA 5! Ja! Op chat of voice of hoe zit dat? Ja, via chat de PlayStation. Leuk! En vanaf oktober moet jij de huis uit en je bent zus wonen. En dan welke januari? Ik doe ook mijn huis uit. In januari ga ik naar Oostenrijk toe. Leuk! Ik heb nog een paar maanden, ik ben mijn zus wonen en dan gaan we die kant op. Ik wil jou graag heel veel plezier wonen. Ik ga mijn best om het te zoeken naar liefde. Dankjewel, man. Veel succes! Jij bent 22 en zij is 30. Ja. Leuk, vriendin worden. Hele fijne avond. Ja, zeker. Hey, tot ziens. Zeker. Ik laat hem ook. Ja, wat heb je niet gezegd, hè? Dankjewel, man. Mooie herinneringen. Ja, yeah, yo. Yo. Wij zijn met deze groep. En wij willen een hele vlog. Yeah, wil je wat leuks vertellen? Film hem even. Vind je dat goed? Hij is maakt een Use Product. Deze eigenaar van een Use Product. Vriend dat hij is goed bezig. Hij moet weg. Moet maar even. Hey, kerel. Hij lacht al. Vind het leuk. Het is makkelijk. Hij durft het niet. Jij ook, hè? Het is makkelijk. Oh ja, veel bier. Ik zal wat leuk vertellen. Hey. Hey, wacht even, ja. Ik wil wat zeggen. Ah, jammer. Ik wou bijna zijn mond pakken. Wat een mannengrap. Hallo. Leuk genoeg. Toch komen? Ja hoor. Hi, hi. Ja. Is het
goede plek voor mij, van mensen die daar zijn. We zijn dronken en ik ga naartoe in dat steegje, want ik heb op een shirt. Dus de kans is heel groot dat ik meer krijg verdienen. Dus let's go! Dat is speciaal. Ik ben veilig thuis, ik ga slapen. Slaap lekker weer rusten. Tot de volgende keer. Later!